We zijn hier nu bij Jean-Luc Dehane in Vilvoorde en we gaan even gaan kijken of hij meer uitleg kan geven over Brusselhalle Vilvoorde. Het is precies zo'n bunker. Ik had er meer van verwacht. Ja, goedendag mevrouw. Ik ben Michael. Ik ben van Stem 18+ en ik zou een keer weten of Jean-Luc daar is. Hey. Die is zelden thuis. En kan ik u even zien, mevrouw? Zou ik u even kunnen spreken, alstublieft? Dag. Ja, dag mevrouw. Ik nu als jongere, ik heb een... Allee, ik begrijp niet goed wat Brusselhalle Vilvoorde is. En kun je dat een keer op een eenvoudige manier uitleggen? Ja, dat de Vlamingen op hun standpunt willen blijven, dat ze hun eigen baas willen blijven in hun eigen streek. En als de mensen zich komen wonen in Vilvoorde, dat ze zich moeten aanpassen. Ik ben Amerikaanse, ik heb mij aangepast aan België, ik spreek Frans en ik spreek Nederlands. Als iedereen zo zou werken, dan zou het geen probleem zijn. Jean-Luc, die heeft ook een hele tijd Brusselhalle... 5 maanden. Voilà. Heeft hem bezig. Voilà. Dus is dat niet een beetje een faling of zo, dat hij geen oplossing heeft kunnen vinden? Ja, hij had een oplossing, maar ze wouden het niet. En wat was die oplossing? Ja, dat weet ik ook niet. Maar hij zei dat er dichtbij een oplossing was, maar als ze niet willen toegeven, de een of de andere, dan blijft het zo altijd op hun standpunt en dat blijft al zo meer dan 50, 60 jaar. Dus ja, dan gaan ze nooit geen oplossing vinden. Hè. Jullie spreken nooit samen over politiek? Nee. Nooit? Nee. En onze kinderen ook niet. Oké. Dat is de wet. Hier in huis. Nee, kunnen wij... Jean-Luc ergens bereiken? Nu? Nee, dat zult u niet doen, want hij geeft geen interviews aan iemand, nee. Ook niet, Annick? Nee. Hallo? Ja, goedendag, ben ik bij Jean-Luc Dehane? Ja? Ja, goedendag, het is Michael van Stem 18+, dat is een nieuw programma, enkel voor jongeren bestemd. En ik ben van Halle en ik wou even weten of u mij meer informatie kon geven over BHV. Maar ik zit buiten de campagne en ik zit met andere dingen bij. Ja, maar is dat echt niet mogelijk? Allee, ik weet, is het ook voor de jongeren, ook, dat is ook misschien goed voor de CD&V en zo. En ik weet dat u echt een specialist bent van Brusselhalle Vilvoorde. Het is daarom dat ik zou echt graag met u spreken, omdat ik weet dat u alles daarvan weet. Ja, maar je kunt dus contact nemen met mijn secretariaat, maar nu ben ik in Vilvoorde. Ja, oké. Dus ik ben nu eigenlijk ook in Vilvoorde. Hè. Is het niet mogelijk om u nu te spreken of niet? Nee, maar ik zit op het Europees Parlement. Ah, je zit op het Europees Parlement. Oké, maar ik zal dan uw secretariaat bellen en zien wat we kunnen doen. Ja, dank u, hè, meneer. Dag, Jean-Luc.